In mijn jeugd ben ik al begonnen met schilderen. Toen ik ongeveer 12, 13 jaar oud was, ging ik met mijn broer opgravingen doen. Engeland, Zuid-Engeland, is een gebied vol historie. Van de Romeinen tot de Kelten en de middeleeuwen. Vanuit daar mijn liefde voor de oudheid. Daar is eigenlijk daarmee begonnen. Ik ga nu eens de grote lijn aanbrengen. Qua kleur en compositie. Maar eerst de rondlaag. Doe ik met acryl. Ik werk altijd met drie kleuren. Dus geel, rood en blauw. Maar altijd van deze kleuren. En met zwart en wit. En dan meng ik altijd maar alles. Ik heb wel een voorkeur voor de kleuren rood en blauw. Omdat rood voor mij betekent de aarde. En blauw de kosmos. Ik haal ook van kleuren van bepaalde landen waar ik ben geweest. Bijvoorbeeld zand en pigmenten. En die vermeng ik ook in de verf. Mijn grote voorbeeld is Leonardo da Vinci. Vanwege zijn prachtige schilderkunst en ook voornamelijk de symboliek. En dan is het een boog. En daarna ben ik daar op gaan bouwen met allerlei elementen. Met symboliek, wijzend naar de oudheid en ook naar mystiek. Met wat spijkerschrift heb ik hier staan. En stukjes fresco van Pompeii. En ook nog een soort figuur die uitkomen. Eigenlijk een soort mystiek zoektocht naar eeuwig leven. En te begrijpen wat de aarde is met de kosmos. Ik gebruik allerlei materialen. Van houtsnippers tot oude munten. Tot Romeinse glas. Tot allerlei diverse verfsoorten. En krantenknipsels. Foto's. Dit schilder heb ik gemaakt voor een opdracht voor de Trinity Church in Eindhoven, een Engelstalige kerk. En de Trinity is in het Nederlands de drie eenheid. Dus de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus die staat op de schilderij. Dus de Vader geeft de Zoon aan alle mensen. En die mensen wilden God aanraken. Nou, als ik een opdracht heb, dan moet je altijd voor de wensen van de klant. Dus je moet wel veel over nadenken. Dus, en je moet wel technisch wel goed zijn, want je weet wat de klant wil. En als ik vrijwerk doe, dat is meer een soort meditatie. Dan, omdat het is niet per se voor de verkoop. En dus ik ga meer vanuit binnen. Dus het is meer de proces van schilderen. Dus er zijn twee diverse dingen. Maar ik vind het allebei leuk. Ik vind het opdracht ook hartstikke leuk.